Dames en heren, welkom bij Schouder Schepenen. Vandaag zijn we in gesprek met wethouder Vonke. Ja, wethouder, de microfoon dit keer aan de andere kant, hè? Ja, ik heb inderdaad hier over de markt gelopen. Ja, u heeft wat mensen geïnterviewd en gevraagd naar de Floriade. Hoe vond u dat? Heel erg leuk. Ja, dan hoor je tenminste van de mensen wat ze ervan vinden en wat het met hun doet. En ik heb ook mensen gesproken die er geweest waren, die daar heel enthousiast over waren. Ja. Kortom, ik vond het heel erg leuk om te doen. Ja, wethouder, dan heb ik me laten vertellen door Inside Information dat u dat wel vaker doet. Gewoon mensen aanspreken en dan vragen hoe dat ze het vinden. Ja, dat kan ik niet laten. Als ik dan op de Floriade rondloop en ik zie daar mensen, dan kan ik het niet laten om ook aan hun te vragen of ze een leuke dag gehad hebben en of het ook wel het geld waard is geweest dat ze daar naartoe gekomen zijn. En ik kan u zeggen dat ik heel veel positieve reacties krijg. Wethouder, ik weet dat u druk bent als wethouder, als vervangend burgemeester, maar we gaan met elkaar een keer serieus praten dat we u vaker dergelijke interviews laten doen. Nou, daar ben ik graag toe bereid. We staan op de Zandstraat en ja, we hadden het al over de Floriade en hier hangen van alle handen bloemetjes boven de weg. Ja, dat klopt. De acties rondom de Floriade zijn nog niet afgerond. Ja. We hebben nog een paar maanden te gaan en dit is weer een leuke actie. Het hele dorp is fleurig versierd. Dit keer heeft de OVG dat gedaan. En ja, daar zijn we heel blij mee. Ik zal u zeggen, we kregen zelfs via de mail complimenten van burgers. Die zeiden, wat ziet het er gezellig uit. Ja, het ziet er hartstikke florig uit, zou ik bijna zeggen. Kijk, we hebben natuurlijk al een Floriade huis. En nou, ja, mooie versieringen. Het gaat erop vooruit. Ja, en dit is nog niet alles. Want op 16 juni dan organiseert de OVG ook samen met de LLTB en zeg maar de ondernemers van Gennep, ja, organiseren een leuke Floriade-activiteit. Ja, maar Floriade-activiteiten die zijn in Venlo of is het in Gennep? Het is hier in Gennep. En onder andere is er ook gemaakt een hele leuke fietsroute, ja, langs alle pareltjes die we hier in Gennep hebben. En die wordt ook die dag zeg maar gepresenteerd. En ik heb vanmorgen alvast even de drukproef van de folder gezien en die ziet er echt leuk uit. Oh, maar wethouder, dat is dan een hele nieuwe fietsroute, mag ik aannemen? Ja, dat is een nieuwe fietsroute die we ook op die wijze gaan, ja, promoten. Erg leuk. Ja, en iedereen die mag dan komen, iedereen die mag komen kijken en die fietsroute uit gaan proberen? Natuurlijk, dat is juist de bedoeling. Nou, dat is in ieder geval hartstikke positief nieuws. Ja. We staan in de kern van Gennep, maar je hebt ook nog positief nieuws over de kern van Milsbeek, als ik het wel heb. Ja, dat klopt. We hebben als college het besluit genomen dat er in Milsbeek weer gebouwd gaat worden. En dat is belangrijk, want het gaat nu om een woonzorgcomplex. Jullie kennen het voorbeeld zoals dat in Venzelderheide gebouwd, ja, is door Destion. Een geweldig succes, heel, ja, mooi. En dat gaat nu in Milsbeek ook gebeuren. Destion gaat daar een aantal seniorenwoningen bouwen met een huiskamer en een appartement erboven, zoals dat ook in het Ven is. Ja. En daarnaast gaat de ontwikkelaar, die gaat ook nog 7 starterswoningen bouwen. Met andere woorden, jong en oud kan wat dat betreft prima geholpen worden dus. Milsbeek komt weer volop nieuw perspectief. Dat is hartstikke mooi. Alleen ik vraag me altijd af, hoe kan zo'n project nou van de grond afkomen? Wat is nou de invloed van de gemeente? Want Destion die vraagt de vergunning aan en een bouwer die wil gaan bouwen. En dan is er ruimte voor een woonkamer. Maar de gemeente geeft dan een vergunning en niet meer, toch? Nou, in dit geval is er iets meer voor nodig. Ja. Dat heeft te maken met grondposities. Ja. Destion bouwt natuurlijk sociale woningbouw. Ja. Daar gelden andere grondprijzen voor dan voor vrije sectorbouw. Ja. En nu was het zo dat de grondpositie die wij als gemeente hadden, waar Destion zou kunnen bouwen, dat die niet op de goede plek lag. Dus er was wat meer voor nodig. Er zijn grondruiltransacties gebeurd en daardoor is zeg maar een doorbraak gekomen in beide projecten. Dat wil dus zeggen, Destion die heeft geluk met de gronden. De gemeente brengt wat in en het is een win-win situatie. Ja, er is geruild en op die manier is er weer veel mogelijk geworden. Wat eerder veel moeilijker was. Wethouder, als die plannen wat verder uitgewerkt zijn, dan neem ik aan dat u die aan onze kijker duidelijk gaat maken. Nou, dan gaan we daar een keer rondlopen en dan gaan we daar een keer opnames maken. Hè. Daar ben ik altijd voor in. Wethouder, in ieder geval dank voor de toelichting. En laten we afspreken, als de schop in Milsbeek in de grond gaat, gaan we daar kijken. Ja, ik denk dat we elkaar nog wel eerder treffen. Dank voor de toelichting. Graag gedaan.